Maar Corraspe werd niks gedaan. Er is nog een groot, mooi verhaal van Jan Zwart. Anton van der Horst, die deed het examen voor de Prix d'Excellence. Dat is het hoogste examen wat we hadden voor orgel. En dat examen werd gehouden in het concertgebouw. Op het orgel destijds, waar ik ook zelf het eindexamen gedaan heb. Toen op een gegeven moment zagen ze in de eisen, er moet ook nog iets aan kerkelijk spel gedaan worden. Maar niemand had een kerkboek bij de hand. En toen heeft Johan Wagenaar, die in de jury zat, die heeft de melodie van Psalm 8 opgeschreven. En dan hadden ze tenminste wat waar hij over spelen moet. Maar laat hij nou in die melodie van Psalm 8 een verkeerde noot schrijven. Ik weet nooit wie wat. Maar in de zaal zat Jan Zwart. En die is daar direct op ingegaan. En die is in zijn krantje. Is die daar eventjes met felle artikelen op los gegaan. En nou ja, dat was ook zonder dit incident was het al anders gegaan. Want de Wolf was natuurlijk zo dat hij zei, een volledig organist moet, of die nou katholiek is of protestant is, die moet volledig op de hoogte zijn van die afdeling natuurlijk. Dat kan niet anders. En toen is begonnen die hele ontwikkeling van het koraalspel. Wij kregen van de Wolf om te beginnen in het eerste jaar direct al dagelijkse oefeningen in het koraalspel. Dat wil zeggen, je moest elke dag vier dingen doen. Een psalm spelen, voor jezelf dan studeren. Een gezang uit de gewone bundel. Een gezang uit de vervolgbundel. En nog een ander vrijlied. Dan had je vier opdrachten. Die moest je in alle toonsoorten moest je die leren spelen en doen. Want, zei de Wolf, jullie moeten later, als je voor het vak komt en je wordt in de praktijk geroepen, moeten jullie altijd vergelijkend examen doen. En als je je bundel goed kent, je psalmmelodie, je goed in de kop hebt, heb je daar tenminste geen zenuw over. Het is boeiend om te horen hoe mensen die in hun leven iets hebben bereikt kunnen vertellen over degene die hen zelf heeft ingeleid in hun vak. Bij Georges Tam was dat duidelijk, Cornelis de Wolf. Maar we gaan nu eens terug naar zijn allereerste leraar, Cornelis Bute. Dat was nog voor zijn conservatoriumopleiding. Cornelis Bute was een buitengewoon muzikale blinde. Hij was niet alleen muzikaal, maar ook tevens handig. Hij kon met de registers van het orgel omgaan. Hij kon met zijn handen van het ene klavier op het andere klavier feilloos springen. Wat Rijp bijvoorbeeld niet kon. Als Rijp in de Nieuwe Kerk, de organist van de Nieuwe Kerk, die ook blind was, als die van het ene klavier naar het andere moest, dan kon je altijd merken dat het een klein hiaatje was, dat hij even zoeken moest. Dat heeft de Bute nooit gehad. En zo heb ik dus van Bute gewoon als jongen, wij zijn toen van Rotterdam naar Zutphen verhuisd in 1916. En het was nog mobilisatietijd en in die mobilisatietijd kreeg ik al les. En dan moet je er altijd aan denken. Dat was heel moeilijk, want je kon nooit zomaar eens les nemen. Je moest altijd zelf zorgen voor een orgeltrapper. Er waren nog geen elektrische motoren en zo. En dat kostte weer een hoop geld. En dan moest zo'n man ook in staat zijn en tijd vrij hebben om dat te doen. Dat was een hele ellende. En je kon natuurlijk niet een uur achter elkaar laten trappen. Dan zou hij een hartvergroting krijgen hebben. Maar er is natuurlijk één probleem als je een blinde orgelleraar hebt. Hij ziet niet wat je met je vingers doet. Nee, dat is juist het moeilijke geweest. En dat heb ik helemaal niet in de gaten gehad, want ik ben heel ver gekomen bij hem. Hij heeft mij zelfs al opgeleid voor het diploma A van de Nederlandse Organistenvereniging. Dat was destijds diploma A en diploma B en je had getuigschriften. Maar de diploma's, dat was dan meer voor de vaklui. En dat heeft hij me gedaan. Daar was in de examencommissie Willem de Vries uit Nijmegen, de organist. En dan uit Den Haag, de Zwaan. Dat waren allemaal bekende organisten. En die hebben toch gevonden dat ik goed speelde. Dus die hebben dus niet direct gezegd, wat heeft die jongen een slechte techniek of iets dergelijks. Helemaal niet. Maar zodra ik bij de Wolf kwam, toen bleek dat het toch niet goed gaat. Er zat geen voldoende ontspanning in. Het moest anders. Ja, en dat anders, dat kon je alleen maar zien als je het bezag ook. Wat de resultaten waren. En dat ging niet. U moest helemaal overnieuw beginnen bij de Wolf. Wat hield dat in? Dat was een hele toestand. Dat heeft zeker 3 maanden geduurd voordat ik van de eerste beginoefeningen kwijt was. Ik weet nog heel goed welke school hij koos. Hij
gekozen, een orgelschool van Best. Engels orgelschool. En in die orgelschool, daar begin je dan altijd, en dan komen er al heel gauw allerlei kleine fragmenten van andere werken. En dat was natuurlijk wel aangenaam, dat deed hij mij een groot plezier mee. Dan had ik tenminste toch iets wat handen en voeten had om te spelen. En daar ben ik mijn hele leven lang ben ik daar dankbaar voor geweest. De opleiding van Georges Stam vond plaats in een tijd waarin studiefinanciering geen algemeen goed was. Aan zijn privélessen bij Cornelis de Wolf, nog voor zijn conservatoriumtijd, zou een eind komen omdat deze vanuit Arnhem naar Amsterdam zou gaan. De Wolf was daar benoemd aan het conservatorium en de jonge Georges Stam wilde graag mee. Maar zijn ouders waren weinig bemiddeld. Er was dus een periode dat ik ineens hoorde dat de Wolf benoemd werd tot hoofdleraar voor orgelspel in Amsterdam. En toen zei de Wolf, dan moet je met mij meegaan naar Amsterdam. Maar ik had helemaal geen geld en vader en moeder hadden ook helemaal geen geld. Dus toen heb ik gesolliciteerd naar een rijksbeurs. Dan moet u denken, er waren enkele rijksbeurzen, misschien een 20-tal voor heel Nederland. Voor alle vakken, voor zang, viool, cello, et cetera. En toen kwam ik daarbij en ja, dat was vreemd, want er was nog nooit een organist geweest die een vergelijkend examen met mij deed. Dan moest je dus gewoon tegen een violist of tegen een pianist aanwerken. En dat examen was in mei, dat weet ik nog wel, en ik kreeg geen uitslag. Want dat duurde een hele tijd en dat moest dan wel via de Rijk heb ik later wel begrepen. Dat waren allerlei officiële instanties. Dat heb ik pas gekregen op 31 augustus, op de verjaardag van de koningin. Terwijl 1 september het conservatorium begon en ik kon niet naar het conservatorium toe, want die administrateur was dermate streng, die zei, als de school gaat niet betaald, dus kom je er niet in. Dus ik was op 31 augustus was ik gered. En ik heb die beurs gekregen. En ik was daarmee de eerste organist die een rijksbeurs voor orgel gekregen heeft. En daar was ik mee gered. Maar ook de privélessen van Cornelis de Wolf in Arnhem, nog voor zijn verhuizing naar Amsterdam, waren al een financieel probleem geweest. Bijna 70 jaar later wordt Georges Stam nog emotioneel als hij vertelt hoe daar een oplossing voor kwam. De Wolf die had dus veel geld gevraagd voor zijn lessen. Nou, in de trein terug, toen de proef gebeurd was, toen zei ik tegen vader, was ik gewoon in tranen. Ik vond het zo verschrikkelijk. En daar kan dus niks van terechtkomen. Dat gaat helemaal niet meer. En ik werd er down van en alles. En vader vond het ook vreselijk. Maar we hadden gewoon doodgewoon gehad, geen geld. Toen kregen we in korte tijd daarna, ik denk of dat nou diezelfde week was of 2 weken later, dat weet ik niet meer. Maar heel kort daarna kregen we een brief van uw papa. Zo werd het gedaan. De heer Georges Stam. De heer. Hij noemde ons altijd meneer. Ook later altijd meneer. De heer Georges Stam, uw papa heeft toch ook veel reiskosten met u. We zullen ons lesgeld verminderen met de helft. Dat was natuurlijk je reinste flauwekul. Want dit kleine beetje van reisgeld van met dat treintje van Zutphen naar Arnhem, dat was niks. En nog verder, toen kom ik op de eerste lessen. En toen op een gegeven moment zei de Wolf, meneer Stam, u moet de volgende week, als u op woensdagmiddag hier komt, moet u een trein eerder nemen. Want dan moet u naar het huis gaan van dominee van Leeuwen aan de Eusebius Buitensingel. En daar is zijn zoon Piet. En die moet les hebben. Ik zei, ja, met meneer de Wolf op mijn harmonium was dat. Ik heb nog nooit les gegeven. Dat zal ik u wel zeggen wat u doen moet. Nou, en ik naar het huis van die dominee van Leeuwen, alleraardigste man. Met zo'n groot herenhuis, ik was helemaal verslagen. Met zulke rijke mensen was ik nog nooit geweest. Maar dat viel reuze mee. Toen ik kwam, op een gegeven moment kwam het punt van, ja, en wat voor geld vraagt u? Ik zei, ik heb nog nooit les gegeven, dus ik weet het helemaal niet. Dat was allemaal afgesproken. Toen noemde hij het geld dat ik nog tekort kwam bij de Wolf. Toen had ik voor niks les. Dat is enig. Aan het conservatorium van Amsterdam was het Cornelis de Wolf geweest die zijn leerlingen niet alleen allround organist maakte, maar ze ook inleidde in de vaardigheden die nodig waren voor orgelspel in de eredienst.
Georges Tam was een van degenen die juist op dit terrein de fakkel overnamen. Het aandeel van de organist in de kerkdienst heeft hem altijd bezig gehouden en heeft sterk bijgedragen tot een betere opleiding. De vraag ligt nu voor de hand of er tegenwoordig betere kerkorganisten zijn dan vroeger. Wat de opleiding betreft en het technische gedeelte, zeg ik onomwonden ja. Nou komt dat natuurlijk door verschillende oorzaken. Niet omdat wij slechter waren van aanleg. Maar ja, je kon zo slecht studeren. Een organist die draait met een knopje om tegenwoordig en die studeert uren achter elkaar. Die beelden kenden wij helemaal niet. Je moest thuis een beetje knoeien met een piano en zo'n pedaalklavier eronder. Dat had de Wolf ook thuis. Maar ja, nou is er een andere kwestie. Dat is de opvatting van de hele kerkmuziek. En dan ga ik op het ogenblik, op mijn leeftijd zeggen, dat is toch nog niet wat het zijn moet. Kijk, het kardinale punt is, waar ga je vanuit als je een kerklied begeleidt, van het woord of van de melodie? Dat is het punt. Je kan natuurlijk wel zeggen, ik neem een gezang en het heeft 7 coupletten. Speel ik al die 7 coupletten netjes uit een boekje, noot voor noot, netjes in de maat. En de mensen moeten dan maar meezingen. Je kan natuurlijk ook heel anders benaderen. Je kan ook zeggen, wat is de inhoud van het lied? En ik probeer dat lied een beetje inhoud te geven, ook muzikaal. En ik vind dat je dat beter doen kan aan de hand van zoals Bach dat gedaan heeft. Als er een lied een bepaald karakter had, dan hoorde je dat karakter ook in de muziek. Niet waar? En dat doet men tegenwoordig niet meer. En als men een lied zingt, en een voorspel, nou, een voorspel is niks anders meer dan een intonatie voor de eerste regel. De mensen moeten de eerste toon in de mond hebben. En dan spelen ze meestal het eerste regeltje voor in de juiste tempo. Dat is ook zo belangrijk, want dan kan de gemeente dat tempo overnemen. Dat is ook inderdaad allemaal waar. Maar de gedrevenheid die erachter komt als je het anders benadert, die is mijn zin niet aanwezig. Bij de meeste niet. Dat vind ik vreselijk jammer. Nu zegt men dat de orgelcompositie in zijn algemeenheid is ontstaan uit dat oude gebruik om 1 regel vooraf te geven voor de gemeente, 1 gevarieerde regel. Daar moet alles uit ontstaan zijn. Nu vraag ik mij af, u heeft voorspelen geschreven. Bent u ooit wel eens verder gegaan dan een grotere compositie? Ja, ik heb dus koraalfantasieën gemaakt. Die waren dus niet geschikt voor de dienst, maar weer voor het concert. Kijk, je kunt natuurlijk, wanneer gebruikte ik meer melodieën? Voor de dienst. Ik heb als vaste regel gehad, mijn hele leven lang, voor de dienst speel ik een improvisatie van meestal 1 minuut of 10... die gebaseerd is op het hoofdlied van de dienst. Of dat nou het eerste lied is of het grote lied van de collecte of zo, dat is dan vers 2. Maar dat heb ik altijd gedaan. En dat is als het ware een inleiding tot wat er verder komt. En dan kon je het hele lied behandelen in diverse facetten. Kon je meerdere coupletten maken. Het ontstond meestal zo dat dan een zekere variatievorm ontstond.